gaan nu op weg naar Trap Notre-Dame de Neige. Dat ligt op het Centraal Massief. Ter hoogte van, waar Centraal Massief aan de Ardèche grenst. Van een groot stuk trouwens. Het ligt denk ik zo'n 30 kilometer boven, misschien 40, file voor. En daar gaan we hele lekkere wijn kopen. Als ik in de buurt ben, ga ik daar altijd langs. Het is een abdij. Waarbij de paters gewoon rondkomen van het maken van de wijnen. Maar je kunt er van alles kopen. Ook veel religieuze literatuur natuurlijk. Maar ook chocola en Nuga of Noga, hoe noemen ze dat? Aan het einde van de weg rechts afslaan. Ik denk niet dat de paters dat ook allemaal maken. Dat is niet sterk. Even een beetje zo. Rechts afslaan. Zo, dan gaan we eerst richting Vallon van Dijk. Ik ben benieuwd hoe die ons precies gaat leiden. Ik rij nu via een andere navigatiesysteem dan de vorige keer dat ik de opnames nog met de hand heb gemaakt. Niet met de dashcam. Want het inbrekerschilde heeft die oude, dat was een kaarttrek, een heel fijn ding vonden, gejat. En dan ben je... Ik kon er ook bijna niet meer aankomen aan die kaarttrek. Vorig jaar zijn ze nog te koop geweest bij de Mediamarkt. Tegenwoordig niet meer. Ik heb ook op internet gekeken. Er is nog wel zo'n site van, maar ik kan niet ontdekken hoe je daar in godsnaam iets op kunt kopen. Ik vrees dat het niet meer te krijgen is, terwijl ik het wel eigenlijk het meest handige apparaat vond, omdat je altijd met dat apparaat heel goed kon zien of dat je nou als een weg splitst. Of dat je nou zeg maar de linkersplitsing hebt van de I-splitsing of de rechtersplitsing. Dat is met, vergeet me het woord, tom-tom gewoon kloten. Daar ben ik al zo vaak mee fout gereden, omdat je gewoon niet goed kunt zien wat hij nou bedoelt. Waardeloos eigenlijk. Maar goed. Ik zal het ermee moeten doen. Maar ik ben dus benieuwd hoe die mij leidt. Hij zegt dat het 67 kilometer is. Ik zou er om 4:15 moeten zijn. Als het goed is, is het tot 5:00 open. Na 300 meter. Het is 's ochtends open en om 2:00 's middags tot 5:00. Behalve op zon- en feestdagen, dan is het alleen 's middags open. Het aparte is dus dat het ook op christelijke feestdagen open is, 's middags. Het is nu tweede Pinksterdag. Dat vond ik wel apart, want dan volgens de site was dat zo, maar goed. Het is natuurlijk Franse slag. Je zult zien, dan ben ik er nou helemaal naartoe gereden en is er uitgerekend vandaag een uitzondering die niet op de site staat. Dus het is wel een risico wat ik neem. Maar goed. Ik doe het gewoon, want het komt gewoon tijdstechnisch gewoon beter uit. En anders hebben we in ieder geval de mooie rit gehad. Richting Ruoms. Dan denk ik dat we vlak voor Ruom bij een rotonde linksaf moeten richting Gropière.
denk ik. Maar misschien zeg je ook wel, ga bij Rome, bij die rotonde rechtdoor. Dat zou ook kunnen. Ben ik eens benieuwd hoe deze hier dat doet. Het is in ieder geval een beetje ingewikkelde route in die zin dat er niet lekker een normale route nationaal naartoe loopt. Het is een heel toeristische route, een heel ruim terrein, waardoor je dus altijd over uiteindelijk op D-wegen terechtkomt, die ook nog eens als toeristisch aangemerkt staan. Dat wil dus zeggen dat het heel mooi is, wil dus ook zeggen dat het niet opschiet.
Ardèche weer. Als de route zo is zoals ik denk dat die is, dan is dit zo'n beetje het laatste stoplicht wat op de hele route voorbij is gekomen. Het is natuurlijk een van de weinige stoplichten in deze regio. Waarschijnlijk is dat een punt waar vroeger heel veel ongelukken zijn gebeurd. Dat ze er een stoplicht neer hebben gezet. Dat zou maar kunnen. Ik heb nu weer allerlei ontvangst met mijn mobiele telefoon. Dat heb ik in Salava heel erg slecht. Na vaak 300 niet. Meter ga links op de rotonde, derde afslag. Ja, het is via Grosbière, wat ik al verwachtte. D111. Even kijken wat voor berichtje ik heb op mijn mobieltje. Moet je ook even bijhouden.
Oké, dat hebben we weer gehad. Rusland heeft Finland met een derde wereldoorlog gedreigd als lid worden van de NATO. Zo doen we zaken tegenwoordig. We blazen gewoon de hele wereld op als Finland lid wordt van een organisatie, omdat Finland zich terecht zorgen maakt om zijn eigen veiligheid. Want er zijn al geluiden uit Rusland gekomen al eerder. Niet alleen dat de Oekraïne niet eens een echt land is, dat heeft Poetin al veel eerder gezegd. Bijvoorbeeld op een NATO-bijeenkomst in 2006. Maar ook dat Finland eigenlijk nooit onafhankelijkheid geschonken had moeten worden. Want dat was vroeger deel van het Tsarenrijk. En dat komt allemaal, zegt Rusland, door Russofobie. De Tweede Wereldoorlog is begonnen met als ingrediënt antisemitisme. En de vorm daarvan tegen Russen gericht is Russofobie. En dat terwijl Rusland zo'n vredelievende natie is, zeer liberaal, intrinsiek enorm stabiel, waardoor ze zich kunnen veroorloven een zeer democratisch en liberaal bestel te hebben. Maar niet heus. Waar komt die Russofobie nou toch vandaan? Ik snap daar niks van. Ik snap daar helemaal niks van. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal reden genoeg om de hele mensheid op te blazen. Dat spreekt voor zich. Dat is nog logisch natuurlijk. Duidelijk dat wij dit soort chantage-tactieken in Europa niet kunnen accepteren. Dat we landje pik niet meer kunnen accepteren. Poetin is gewoon een bully die er niet voor schuwt om chantage en militaire middelen in te zetten om de macht van Rusland uit te breiden. En dat brengt ons niets goeds. Wat brengt ons goed? Het streven om met Brussel in Europa maar één machtscentrum te kennen. En een supranationale laag boven de natiestaten. Die het recht van de sterkste enigszins kan matigen. Naar mijn analyse is dat de hoofdreden van al die oorlogen geweest in Europa. Het recht van de sterkste. En in Europa is niemand het sterkste. Ja, wel een beetje het sterkste. De ene keer is het Frankrijk, de andere keer is het Duitsland, dan is het Engeland, dan is het zelfs Nederland of Italië of Spanje. Ze zijn allemaal wel een keer het sterkste geweest. Maar echt totaal dominant om daarmee rust in een bepaald gebied af te dwingen is in Europa niemand. Zo is nu eenmaal ons continent. En dus is er ook geen rust. Tenzij we een supranationale laag creëren die dat soort tendensen kan tegensturen. Middels gemeenschappelijke belangen, maar ook uiteindelijk middels een leger. Die vrede in Europa desnoods militair afdwingt. Alhoewel je dat al niet natuurlijk echt af kunt dwingen, maar in ieder geval dat er geen gewapende acties zijn. Daarom is het in Europa rustig en daar moeten we ook absoluut zo houden. Dat is ontzettend veel waard. En dan kunnen we het niet hebben dat Rusland, wat nu lekker ver naar het oosten is verdreven,
wat ook een ingrediënt is voor de rust in Europa, dat dat nu weer verder naar het westen komt, zijn machtstentakels weer richting ons uitslaat. Want die zal doen wat zij altijd doet volgens de aloude doctrine. Stel je op achter de vijanden van het westen, want vijanden van het westen hebben altijd een probleem. Het westen is namelijk de grootste macht ter wereld. Stel je op achter de vijanden van het westen en dat geeft je macht. Stoot onrust en zegt: als je rust wil, dan moet je doen wat wij willen. Dat geeft je macht. Dat zal Rusland weer gaan doen. En dat zal Rusland doen, als we niet uitkijken, met een zeer onverwachte macht in Europa. Mocht Engeland, Groot-Brittannië uit de Europese Unie treden als Groot-Brittannië, dus inclusief Schotland en zo, dan bestaat het gevaar dat die twee, volgens de aloude regels van het oude Europa, een coalitie sluiten. Want Engeland zal zich natuurlijk langzamerhand bedreigd gaan voelen door het oppermachtige Europa, waar men maar geen grip op kan krijgen, wat Engeland wel graag wil. Engeland wil er geen echt deel van uitmaken, maar er wel macht uitoefenen. Dan ligt een coalitie met Rusland voor de hand. Te meer dat Engeland vroeger of laat ook zich realiseert van dat ze van dat Amerika niet zo gek veel hoeven te verwachten, want Europa is voor Amerika gewoon veel belangrijker. Mocht Engeland uit elkaar vallen, ja, dan is het moeilijk te zeggen. Kijk, dan heb je misschien alleen Engeland. Ik verwacht dan ook vroeg of laat dat het Noord-Ierland afkoppelt. Wales weet ik niet. Dan is het Engeland met Rusland, ja, dat is misschien een beetje zwak om een grote mond ten opzichte van Europa te maken, maar het Verenigd Koninkrijk zou samen met Rusland absoluut weer voor onrust kunnen zorgen. Dan heb je weer twee machtscentra in Europa en dat geeft weer onrust. We moeten ervoor zorgen dat er één blijft. Waarin in een geheel, in een unie, waarin geen enkel land domineert, dat is ook het succes van Europa, het dieperliggende succes, los van de ene markt, dat is niet het echte succes. Dat is natuurlijk ook wel een succes nummer, maar het echte succes van Europa is dat niemand sterk genoeg is om hier echt te heersen en dat we dus, en dat we uiteindelijk naar schade en schande en naar een hele hoop bloed besloten hebben de krachten aaneen te bundelen. Te zorgen dat er maar één machtscentrum is, dat is zeker ook niet ideaal. Niks is ideaal in het leven. Maar het is duizendmaal beter dan het oude systeem. En al die machtselites in die nationale staten, die moeten zich maar richten op Brussel. Die moeten daar maar zaken mee doen. Als ze het niet mee eens zijn, moeten ze lekker ruzie gaan maken met Brussel. Maar niet meer onderling. Zo moet Europa bestuurd worden. Dan blijft het rustig. En als het rustig is in Europa, dat is op zich al de voornaamste motor achter welvaart. Laat staan van alle grote en schaalvoordelen die Europa nog voor ons allemaal biedt. Want ik zei net, die gemeenschappelijke markt is een groot succes. Dat is ook een groot succes geworden. Wonder boven wonder, voor veel machtselites. Het is een veel groter succes geworden dan ze dachten. Maar waarom is het een veel groter succes geworden? Omdat die grootte van de Europese markt gewoon past bij een moderne economie. En toen konden al die nationale economieën zich weer verder ontwikkelen. In één keer kregen ze een boost forward, zeg maar. Ja, dank je de koekoek dat het dan beter gaat. Dit is trouwens een apart gebied ten oosten, ten westen van Grosse-Pierre. Het is een soort gorge. En hierin zijn dezelfde dingen gevonden als in Drenthe. Hunnebedden. Althans wel iets van anders van vorm. Het hangt denk ik ook samen met het gesteente zoals dat hier gebruikt wordt. Maar hier zijn dus hunnebedden gevonden, graf. Heuvels,
grafstenen. Het is dus niet alleen in Drenthe gebeurd, dat is ook hier gebeurd. En ja, ik weet niet meer uit mijn hoofd waar ze liggen. Maar ik ben wel eens hier met iemand gereden die dat wel wist. En die kon het gewoon feilloos aangeven. Heel apart. Maar goed, om terug te komen op Europa. Het is essentieel voor de vrede en de rust op ons continent. Dat hier één machtscentrum heerst. Waar iedereen zijn zaken mee moet doen. En het is essentieel voor de rust en de stabiliteit op ons continent. Dat we die eenheid, die entiteit, hoe je het ook noemt, die bestuurlijke laag Europa, passend maken bij de identiteit van ons continent. Wij zijn geen federatie. Daarvoor zijn we te verschillend. We hebben wel heel veel gemeenschappelijk om een unie te vormen. Maar niet genoeg gemeenschappelijk om een land te vormen. Dat moeten we dus ook niet doen. We moeten een unie zijn en blijven. En wat is het kenmerk van een unie ten opzichte van een land? In een land, bijvoorbeeld Amerika, of officieel trouwens ook een federatie. Maar in een klassiek land is het zo dat de hoogste laag, in Amerika Capitol Hill, Witte Huis, Congres enzovoort, die kan tot op grote hoogte zelf bepalen hoeveel macht zij zichzelf toe-eigen binnenlands politiek. In een unie is dat anders. In een unie zijn het altijd de leden, de nationale staten dus, die middels een bepaalde structuur, die in Europa vind ik nog niet zo goed gevormd is, op een efficiënte en voor het meerderheid van het volk navolgbare manier regelt hoeveel macht de hoogste lagen binnen de Unie krijgt en wat haar beleidsterreinen zijn. Bijvoorbeeld bestuur van de gemeenschappelijke markt of zoals het nu geregeld is, het asielpolitiek, misschien later buitenlands politiek leger. Wat haar beleidsterreinen zijn en hoeveel macht zij daarin heeft. Dat wordt haar altijd door de Unieleden geschonken. De hoogste laag kan nooit zichzelf macht toe-eigenen. Dat is dus anders vergeleken met een hoop landen die ook een soort, ook een enorm groot geheel zijn van volkeren, maar toch één land vormen. Dat zijn wij niet, wij zijn een unie. Overigens iets, ja, het is vrij nieuw, het is niet helemaal uniek, maar het is vrij nieuw, komt niet zoveel voor. Maar het is wel iets waarin wij ons thuis voelen, denk ik. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Ik denk dat het ons een hoop voordelen biedt overigens ook. Ik denk dat het noodzakelijk is voor Europa. En ik denk dat het iets is om trots op te zijn. Los van het feit dat veel mensen, veel, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik wilde eigenlijk zeggen, er zijn nu al meer mensen trots op Europa als menig scepticus denkt. Ik ben bijvoorbeeld absoluut trots om Europeaan te zijn. Ik voel me ook Europeaan. Dat voel ik me niet alleen in Amerika, zoals sommige mensen zeggen. Wanneer voel je nou Nederlander, wanneer voel je nou Europeaan? Dan zeg ik, ja, als je in Amerika bent, Europese buitenland. Dat vind ik, heb ik niet. Sterker nog, als ik in Amerika ben, denk ik, zet ik een bewondering voor het land en dan zet ik mezelf eigenlijk helemaal niet zo af. Van als Europeaan, of afzetten is niet goed woord, maar dan zie ik mij niet zozeer in contrast met Amerika. Ben ik gewoon met het land zelf bezig. Het is juist hier als ik in Europa ben, met name in het in andere Europese landen, zoals nu in Frankrijk of een tijdje geleden in Italië, dan ben ik juist trots op Europeaans zijn. Als ik hier in Frankrijk over die brug bij Milo rijd bijvoorbeeld, vond ik prachtig, ik raakte echt ontroerd, vond ik prachtig bouwwerk. Een tijdje geleden was ik op vakantie in Italië, daar zijn ze snelweg aan het aanleggen van hoe noem je dat? Bolzano, Bologna, ik weet niet precies hoe het heet, naar Florence. En voor vrachtverkeer, dus de meeste bochten waren eruit gehaald. Maar ja, dan moeten toch nog allemaal nieuwe tunnels worden gemaakt enzovoort. Misschien is er geen cent Europees geld naartoe gevloeid. Misschien is er geen enkele niet-Italiaanse ingenieur aanwezig geweest of vrachtwagenchauffeur. Dat
zou best allemaal kunnen. En toch ben ik trots op die weg. En denk ik, kijk, dat kunnen wij Europeanen toch maar mooi. Dat soort prachtige wegen aanleggen. Want die Italianen zijn ook Europeanen. Ben ik trots op. Ik weet dat dit een minderheidsstandpunt is. Misschien heeft bijna niemand dat. Maar ik wil er alleen maar mee zeggen, ik ben sowieso trots op Europeanen te zijn. Ondanks het feit dat Europa nog lang niet af is, nog lang niet perfect is. By the way, dat is helemaal geen schande, want laten we eerlijk zijn, geen enkel Europees land is al af. Zeker Nederland niet, want op het vrouwenkiesrecht na, qua vrijheid en democratie, is nog eens blijven haken bij de tijd van Thorbecke. Dat is werkelijk geen prestatie. Daar hoeven we niet trots op te zijn. Rechts afbuigen. Met die mooie kerk, Notre Dame, Huppelepup, ik weet niet precies hoe dit heette. Kan ik dat hier zien, hele mooie kerk met een mooi Mariabeeld erop. Dit heet Saint-Alban Auriol, Alban, zo. Niet zo goed lezen. Na 300 meter, ga links op de rotonde, derde afslag. De achtergrond ligt al het Centraal Massief. Dat gaan we helemaal op. Ga links op de rotonde, derde afslag. En dat wordt klimmen, klimmen, klimmen. Nu doen we 13. Wat, daar ben ik de vorige keer fout gereden. Daar ging mijn kaarttrek in de fout. Ja. Ook die is niet perfect, die ging daar in de fout. 100 meter, ga rechtdoor. Ik wilde met de tweede afslag invoeren en toen had ik hem genomen. En toen bedacht hij zich, toen was het toch weer de eerste afslag. Of de derde bedoel ik. Nou ja. Beste paard struikelt wel eens. La Blanchière. Na 300 meter, ga rechtdoor over de rotonde, tweede afslag. Oeps. Dus dat is een beetje mijn visie over Europa. Ik denk dat zoiets voor Europa zou kunnen werken, zeker als je die structuur goed maakt die bepaalt hoeveel macht Europa krijgt en ook hoeveel haar weer ontnomen wordt, want dat zal een dynamisch geheel zijn. Dat hangt puur af van de tijd. Hoeveel centralisme heb je nodig en hoeveel decentralisme heb je nodig? Nou, in sommige tijden heb je geen centralisme nodig of veel minder centralisme nodig, dan zal Europa misschien eventjes met zijn duimen zitten draaien, niet zo gek veel te doen hebben. Zijn mufke ringen of niet? Nee. Niet zo gek veel te doen hebben. En in andere tijden zal Europa wel veel te doen hebben. Dat hangt van de tijd af, maar het mechanisme om die macht af te dragen en ook weer terug te kunnen halen. Dat is essentieel om Europa goed te laten functioneren. De burgers moeten het vertrouwen hebben dat het niet ondoenlijk is om macht terug te halen vanuit Europa. Het moet geen éénwegverkeer zijn, anders ontstaat er wantrouwen, dat werkt niet. Aan de andere kant werkt Europa ook niet en dat is de delicate balans wanneer... auto uitkomen die ik niet zie. Aan de andere kant werkt Europa ook niet wanneer landen, zeker als je 28 landen hebt, te pas en te onpas macht kunnen terughalen en weer kunnen geven. Dat wordt een rommeltje, zeker als het ook per land is. Dat kan niet. Ik vind dat als je lid wordt van zo'n Unie, dan moet je je ervan bewust zijn. Nu begint trouwens de klim naar het Centraal Massief. Dan moet je ervan bewust zijn
dat je gezamenlijk beslist, op basis wat mij betreft van dubbele meerderheid, welke macht er naar Europa gaat en welke macht er weer ontnomen wordt. Het kan dus zijn dat bepaalde macht naar Europa gaat, terwijl jij dat als land in meerderheid niet wil. Dat kan voorkomen, maar anders kan het geheel niet functioneren. Dat is de prijs die je betaalt. Als je lid wordt van een voetbalclub, dan betaal je ook de prijs dat er soms door die voetbalclub beslissingen worden genomen waar jij het niet mee eens bent. Dat moet je je van tevoren bewust zijn. En kun je er echt niet meer mee leven, ja, dan moet je eruit stappen. En dat kan volgens het verdrag van Maastricht, zeg maar, de opvolger van de grondrecht. Dat kan. Dan moet je eruit stappen. Dan heb je nergens last meer van, behalve natuurlijk van alle nadelen die je ondervindt of zou kunnen ondervinden als je geen lid meer bent van de Unie. Maar goed, als jij zo'n systeem hebt van dubbele meerderheid, dan maak je als bevolking best wel een goede kans om macht terug te halen als je dat wil. Want als jij niet meer zo'n goed idee vindt dat asielpolitiek Europees geregeld wordt, ik noem maar iets op, dan ben je daarin zelden de enige. Je hebt dan al vrij snel, want daarin lijken we dus weer veel meer op elkaar in Europa dan veel mensen denken. Dan zul je, als dat inzicht bij jou in Nederland komt, dan heb je dat ook al snel in andere landen. En het zal soms voorkomen dat je dat niet redt, dat je zult moeten accepteren dat bepaalde beleidsterreinen toch in Europa blijven, terwijl je er geen zin in hebt, of juist niet naar Europa gaan, terwijl je dat juist een hele goede zaak zou vinden. Dat zal ook gebeuren. Kijk, niks is perfect. Niks is perfect. Maar je streeft naar een werkbare, zo goed mogelijke werkbare situatie. Dan denk ik dat zo'n systeem, waarin per dubbele meerderheid wordt besloten wat de macht wordt van de Unie, en dat landen er dus ook uit kunnen stappen, dat een goed systeem is. Overigens vind ik ook dat de structuur van Europa iets moet zijn wat solide is. Dus niet wat door een net wijzigende politieke meerderheid in één keer hapsnap veranderd kan worden. Dat is er echt iets van wat langere termijn. Dus ik vind dat als een beleidsterrein aan Europa wordt onttrokken, dat daar toch wel een periode van 4 jaar voor moet staan, tot de democratische beslissing van onttrekking, en dat het effectief wordt. Zodat Europese politici ook weten dat daar niet hapsnap beleid over gevoerd kan worden. Dan wordt Europa daar tureluurs van, en trouwens een hoop andere landen ook. Als dat zomaar elke keer veranderd kan worden. Dit is heel snel. En ik denk dat als de burgers dus weten dat dat systeem goed werkt, hoeveel machten naar Europa gaat, en ze ook zien dat er soms machten ontnomen worden, dat ze dan dat Europa niet meer zo snel zien als een over hen heen vallende externe macht waar ze verder niks tegen kunnen doen. En natuurlijk zullen die mensen er altijd toch blijven, maar ja, het gaat er uiteindelijk om dat je naar meerderheden zoekt. Die geven je uiteindelijk de legitimiteit. Ik denk dat die meerderheid dan eerder bereikt wordt. Maar nogmaals, niets is perfect. En als er betere voorstellen zijn, ik ben er constant op zoek. Ik heb deze vakantie ook weer een boek gelezen over Europa. Ik vind het erg boeiend, erg belangrijk. Maar van alles wat ik gelezen heb, vind ik persoonlijk dat dit zo'n beetje, ja, het beste is wat er tot nu toe verzonnen is, zeg maar. We zitten nu 507 meter. Just for the record.
We zitten op Winkhoog. Het is jammer genoeg vrij heilig vandaag, dus we kunnen niet wegkijken. Dit is, dit kun je uiteraard ook op fietsen. We hebben net fietsers gezien. Ik heb het zelf nooit gedaan, wel in de buurt geweest overigens. Maar een vriend van mij heeft het wel een keer gedaan en hij vond het echt heel zwaar. Dat heeft denk ik ook een beetje met het wegdek te maken, want het is namelijk heel zwaar fietsen. Als je een gedeukt, een beetje golvend, met korte golflengte, zeg maar 20, 30 centimeter, weggetje hebt, want je moet dit opfietsen in lichte versnellingen. En dat voel je in een lichte versnelling heel erg, waardoor je dus niet in constant traptempo kunt fietsen. En dat maakt het zo vermoeiend. Want je bent heel snel geneigd, als het ware, te gaan forceren. Omdat, om maar een gelijk traptempo te hebben. Want dat moet je loslaten. Dus hier moet je niet meer gaan letten op het aantal ontwikkelingen of omwendelingen per seconde. Dat moet je natuurlijk wel een beetje in de gaten houden. Hier moet je gaan fietsen op de gelijke kracht in je benen. Dat is anders fietsen als je gewend bent. Over de derde versnelling. Dus dan zitten we hier toch echt wel op een procent of 10. Dat weet ik niet, langzamerhand door schade en schande wijs geworden. Nou, eigenlijk vooral door vreugde wijs geworden. Mon van toe met gelijk, met goed wegdek, want dit is natuurlijk een slecht wegdek, maar mon van toe met goed wegdek kun je dat gewoon mooi testen. Dan weet je gewoon tot wat het bereik is van de derde versnelling. Nou, dat houdt bij een procent of 10 gewoon op. Nu lijken we boven te zijn. Het is nu nog 35 kilometer. Voor mij moeten we straks nog verder stijgen. Straks heb je, als je mooi weer zou hebben, prachtige uitzicht hier, echt heel mooi. Ik heb het al een keer eerder in een filmpje gezegd op internet. Echt een heel mooi gebied, heel dun bevolkt, er wordt bijna geen hond hier. En dat vind ik ook wel weer het leuke van Frankrijk, dus dat je gebieden hebt die zo ontzettend rustig zijn. Vroeger was de Ardèche dat ook. Ik ben er een keer geweest, 15 jaar geleden. Zo gek lang geleden is dat dus nog niet. Toen was de Ardèche ook heel erg dun bevolkt. Eens van een van de oe. Kijk, dus dat is er iets. Er staan geen haaitanden op de weg. Of dit is wel goed. De airco kwam er even in. En toen was het snel afgelopen met zijn trekkracht. Het is maar een 1400 motortje. Circulation alternée. Ja,
Nou, zoveel anders is het nou ook weer niet geworden. Kijk, dit was het oude wegdek. Drie keer niks. Een beetje uitkijken, want ik denk ik moet remmen, kom ik in... Wat doen we nou krijgen? Ik heb helemaal geen wegdek meer. Lekker bezig. Wat is zo? Ja, dat heb ik nooit meegemaakt op deze route, dat het zo erg is. Daar komt de bord dat het over is. Enge Kurve. So, dit is beter. Dit is een betere weg, denk ik. Hoe gaat hier? Nitpickers. Ik zou me niet voelen als er Nederlanders zijn. Ze zullen wel naar boven zijn gefietst met de auto's te duur. Gaan ze hier lekker gezellig picknicken. En die kinderen denken, goddomme, waarom moet ik nou deze auto's treffen? Kunnen we niet door met de auto? Wat een gedoe, man. Ik wil naar het zwembad. Nee, dat is goed voor je gezondheid. Verder is het ook heel gezellig. En goedkoop. Maar goed, we zijn niet voor niks een van de goedkoop, een van de rijkste volkeren ter wereld. Ook mooi. Gefeliciteerd hoor. Ook een van de gelukkigste. Maar wel ook een van de meeste klagen. Dat vind ik wel altijd apart. Een van de gelukkigste. Maar ook wel de grootste klagers. Ik kan dat nooit zo goed rijmen. De Zwitsers die zijn ook heel gelukkig. Die kunnen ook zo ontzettend klagen. Ze hebben verdomme een perfect land. Wel gloedzaai. Daarom ga ik er eigenlijk nooit naartoe. Maar goed, alles doet het. Alles doet het. En klagen.
misschien begin je vanzelf te klagen als alles perfect is. Dan heb je er tijd voor. Niet alles perfect is, dan moet je hard werken om dat imperfectie te overkomen. Ik weet niet hoor, dat het zo werkt, maar... Klagen, klagen, klagen. Mij hoor je niet klagen hoor. Jij hoort mij niet klagen over Nederlanders hoor. Ik zou niet durven. Kijk, nou kunnen we weer lekker zien hoe het hier werkt. En rechtsaf. Rechtsaf. Rechts aanhouden. Saint-Laurent-les-Bains. De la Croix Blanche, 890 meter. Straks daar om die berg heen heb je mooi uitzichtpunt, maar ja, het is niet te heer. Helaas peanut butter. Het blijft mooi, omdat het van die korte heuveltjes, korte scherpe heuveltjes, dik bij elkaar. Dan blijft het gewoon een beetje knus. Prachtig dal. Mooie geel begroeide heuvels. Het ruikt niet lekker. Je ruikt het heel duidelijk. Nou, sommige mensen zullen ervan houden, ik vind het niet echt lekker. Na 300 meter links afbuigen. Na 300 meter links afbuigen, 200 meter. Oh. Links afbuigen. Links afbuigen. Deze weg aanhouden. Code de Lechilet. Echilet. Zal wel. Oh, maar ik kom een autootje aan. Nee. Fata Morgana. Still rising, ladies and gentlemen. In the second day of the 2-day period that the Holy Spirit rises down on you, we rise in the mountains of France.
Zo'n 23 kilometer. Dit schiet dus niet op dit. Het schiet totaal niet op. Een bochtje ga je met 30 door. Zelfs iets langzamer. En veel harder dan 50 haal je 5 ook niet. Als je lucht krijg je wel slaap van.